Welkom! Is jullie dat opgevallen? Ik heb ook elke video andere wenkbrauwstijl. Stel welke bij haar past. Echt waar. Mensen doen prikken aan, zit het wenkbrauw. Holla. Hé, hey, maar vorige video was je ook aan het praten, hè? Over uw wenkbrauw. En deze video zit gaat epileren. Echt? Wat zei ik vorige video over? Dat jij afzak had opgezegd. Ah ja. Mensen, Eid Mubarak. Ja, Eid Mubarak. We kunnen er ook goed uitzien. Anyways, vandaag gingen we een gesprek houden. Dat gaat meestal over this or that. Dus we gaan twee situaties geven. Je gaat dat al door hebben mee dat we spelen. En dan moet je kiezen welke we liefst zouden willen. En dan moet je ook zeggen waarom. Ik wil even eerst iets zeggen. Luister, ik heb... Waar wij wonen, er is heel veel bos rond ons, oké? Heb je gisteren vleermuizen gezien? Altijd. Hier altijd. Maar ik heb niet bang van vleermuizen. Ah. Ik heb hoofddoek aan. Ja, die trek alleen haar. Alleen jij bent de... Nee, wallah, ik heb nog een meisje niet ontmoet, maar ik heb... Nee, iemand was over zijn vriendin aan het vertellen. En zij heeft ook bang van vogels. Veel hebben bang van vogels. Dus ik ben niet de enige. Dus ik vroeg aan hem van... Ah, is zij misschien... Ja. Hij heeft bang van vogels. Nee, zijn vriendin heeft bang van vogels. Als een man bang van vogels, hè, wat? Nee, zijn vriendin heeft bang van vogels. Okay, en ik vroeg aan hem van... dan heeft ze toch iets meegemaakt dat hij zegt... Ik weet dat niet, maar waarschijnlijk wel. Ik zal het eens vragen. Dus bij deze... En heb jij iets meegemaakt? Ja, die bleef in mijn haren hangen. Vleermuis, echt? Twee keer. Maar en vogels? Heb je ook dat bang is toch van vogels? Ja, he? Dat is hetzelfde. Alles wat vliegt, kip heb ik ook bang, maat. Een kip vliegt niet. Een kip vliegt. Jawel, die kunnen vliegen. Die kunnen in één keer springen. Jawel, springen, ja. Ja, maar dan nog. Gaat die niet in ik de lucht ben maar 1,50 meter. Nee, die kan niet springen. Zeg je 1,50 meter? Dat kan niet. Je zit groter. 1,57 meter. Oh, die had er 7 centimeter. Ja, als ik ga zeggen 1,60 meter, gaat iedereen me uitschelden dat dat niet zo is. Zeg je? Wacht, alles dat vliegt. Heb je dan ook bang dan van, heb je bang van vlinders? Duiven, vlinders. Ja, heb je bang van vlinders? Ja. Waarom? Wacht, ga lezen. Ik kan lezen horen. Nee. Die moet je niet horen. Waarom? Maar ik weet niet. Vlinders. Ja. Weet je wat er is gebeurd vorige week? Eén ding, hè. Een man mag nooit bang zijn van vlinders. Als een man schrikt van vlinders. Maat, vindt jullie dat knap? Stel je voor, er is een vlinder gezien die zo... Oké. Okay. Ah! Maar dat ik dat doe is toch en normaal? Vliegen als die echt dik zijn ook eigenlijk. Oké, okay, ja, dat snap ik wel. Nee, vies. Niet vies, bang. Ja, maar ik heb vies ook, maar bang ook. Dus als je je gaat die ontweken. Ja, ja. Ik heb er gisteren in gevangen met haarspray. En dan, dat heb ik nooit gehoord. Rada! Ik ook niet. Katje. Ik ben bang van spinnen, maar niet normaal. Dat hier zoveel bos is en zo, rond mijn huis. Ik stap in. Ik zie zo een spinnenweb op mij. Hè? Dus waarschijnlijk is die spin hier binnen in deze auto. Weet je waarom ik bang ben? Zij zegt dat weer. Dan? Ja. Maar 2 jaar geleden was ik met mijn andere vriendin in de auto. Ik was op de rondpunt. En zij weet dat ik bang heb van spinnen. Ik was aan het rijden en ik was aan het praten. En zij keek zo naar beneden. En er was hier in deze, waar je zo die kap waar ik drinken in zet in de auto. Als zo'n Black Widow. Zo die dikke, zwarte spinnen. Ik zat daar zo maar die, en die was zo aan het bewegen. Zo. Kijk, dit is mijn automatische... Maat, ik ben aan het rijden. Ik was bijna dood. En zij zag dat. En zij heeft ook bang, hè. Maar die weet dat ik extra bang heb. En die keek zo. En die zegt zo, oh my god. Delila, niet paniek, hè? Maar ja, dat is een spin, zegt hij tegen mij. Maar nee, die schreeuwde niet. Kijk, als hij maar was, paniek. Die was zo aan het doen. Zo was hij aan het doen. Ja, dat wel echt. Dus zij heeft dat nog goed behandeld. Die zegt zo, er is een spin. Maar zij had zelf ook bang, hè? Ja, ik hoor spin. Ik zeg, waar? Waar? En we waren er rond, dus ik kon ook niet stoppen, hè? En ik zie die spin. En... ik ging gewoon fietsers bijna omrijden. Maar nu herinner ik me niet meer. Hadden we die weg kunnen krijgen? Ik hoop het. En dat hij zelfs op haar was gesprongen. Dat hij zo deed.
Oh my god. Allah, ik zweer. Ik weet nog gezegd dat, weet je nog, we hadden zo'n ietsie-pietsie kleine spinnetje in onze oude huis, in onze kamer, toen waren we ook samen. En we roepen onze broertje. Maar, kijk, Loki, ik weet, die durft dat niet te zeggen. Loki heeft ook bang van spinnen, oké? Okay? Maar die probeert ze toch stoer te doen, oké? Okay? Dus wij zeggen, haal die spinnen weg. En die was zo op de lamp, zo tussen ons. Hé, hey, Bialo, hoe dat hij eraf, hoe dat hij de ding is, in de plaats die te pakken, doet zo. Die spin valt ergens. Maar echt zo'n klein spintje. Woela, ik ken die een maand hebben we ondergeslapen met matrassen. Ik op de matras, op de tafel. Als de avond een beetje valt, dan komen toch die dinges buiten, die muggen. Ja. Dan begin ik ook zo. Maar er is niks, hè? Maar ik raak mezelf heel veel aan. Wat ik vorige week heb meegemaakt, ik was toch naar Abdijstraat gegaan. Ja. En ik had mijn mama afgezet thuis en ik was dan weggegaan. Dat is een half uur van mijn thuis waar ik naartoe was gegaan. En het was mooi weer, 25 graden, dus ik doe de ramen open. Ik heb geen airco helaas. En ik rij met muziek, dit, dat. Wat gebeurt er? Er zit een bij op mijn raam. Bij, zo, raam. Bij heb ik geen schrik. Ik hoor door mijn muziek bzz, bzz, bzz. Ik kijk zo, maar echt hier. Dus de raam was tot hier, echt hier. En die wou naar buiten. Ik zo dicht dat, maat. Ik zo die knop induwen zodat de raam naar onder gaat. Wat doet die bello? Die gaat naar mijn kant. En die... Maar als ik u zeg, ik was zo aan het rijden. En er was een man achter me. Ik was bijna tegen de... Ik was zo die put, zo die lang. Ja, ja. Daarin was ik. En daarnaast was gras en daarnaast was een paal. Oh, en uw band zijn al die honden. Ja, ik rijd al echt gevaarlijk eigenlijk. Die man, ik zie die man afstand nemen. Ik zag die man echt afstand nemen. Ja, maar gelukkig dat hij weg was, hè. Want ik had niet door dat ik daar was aan het rijden. Ik was echt de hele tijd zo, zonder hand. En zo was ik zo de hele tijd aan het doen. De dag dat hier een spin gaat zijn, ik ben hier alleen. En ik ga echt, denk ik, dood. Ik ga echt botsing maken dan. Voilà, niks interesseert mij, niks niet meer. Ik ga geen tijd hebben om te stoppen aan de zijkant, hè. Als ik alleen ben. Take the wheel! Nee, joh. Ik rijd gewoon, ik doe gewoon de deur op, ik rol eruit. Nee! Hoe wat? Bro, altijd als we op de snelweg... Altijd als we op de auto snelweg zijn, dat is het eerste waar ik zo aan denk van, stel je voor er gebeurt. Zou je kunnen rollen? Rollen? Hey, nee. Je blijft gewoon verder rollen tot de bestemming. Echt, ja. Ah ja, luister. Ah nee, toch niet luisteren. Niet luisteren. Altijd knipogen naar vreemden of altijd oncontroleerbaar giechelen in stille ruimtes. Stel je voor ze dan winkel en ze doen niet. Maar om ze kwam, niet gewoon zo. Nee, één gewoon keer actie als je een vreemde ziet. Of je gaat naar klaar met winkelen, je gaat naar de kassa. En als het stil is, giechelen. Ja, en dan stil, heb ik liever meestal giechelen. Is het echt stil, ja. Meestal is het niet echt stil. Maar meestal is het stil, als in de kamer. Echt, als het stil is, dan begint je raar te giechelen. Ja. Op de bus of zo? Nee, ja, dan niet, want in de bus. Jawel, als je alleen zit en je zit de eerste of de laatste. Of de s'morgens vroeg. Gewoon daar buiten. Of dat is wat ik doe. Of drie mensen in de bus, dan is het zo. Je zit daar zo. Ik doe gewoon, weet je wat ik dan zou doen? Ik zou het niet doen. Nee, ik heb liever giechelen. Ja, ik ook, want dan zou ik zo gezegd doen alsof ik YouTube ben aan kijken. Maar stel je voor, hè? Want nee, als ik wil gewoon mensen laten afschrikken eigenlijk. Hoe eng? Als er één keer een meisje begint te giechelen uit het niets. Daarom. Die giechelt en die kijkt zo. Allee, ja, buh, ik zou rennen. Ik ook, dat is ik echt zou echt eng, rennen. Dat heb ik liever gedaan dan dat mensen gaan denken, ah, die heeft interesse in. Zit even, we zitten, oh, een man. Oh. En ik knip ook ineens. Je zegt gewoon zo, dame, ik heb geen geld. Maar hè? Jullie zeggen, oh man, maar jongens ook, hè. Denk je dat dat wel maar daarom, ik kies giechelen. En ik doe gewoon altijd alsof ik een video ben en kijk als het stil is. Niet van de tijd, mensen zijn altijd aan het praten met jullie luide stemmen. Ja. Oké, okay, ja, dat is waar. En jij? Ik denk giechel is ook wel het logische. Stel voor, joh. De hele tijd knipogen. Ik denk je dat gaat op sollicitatiegesprek, je begint je sollicitatiegesprek met... Maar kijk naar je, wat? Oh nee, ik zie deze voor me. Die man wordt gewoon zenuwachtig. Die zou er niks van laten merken. Die zou echt zo zeggen. Oké, dus we zullen maar beginnen. Als iemand naar mij komt solliciteren. En dan doet je zo weer. En dan is hij weer zo van. En dan stelt hij zijn vragen eens tegen de muur zo. Als iemand bij mij zou komen solliciteren en die zou zijn knipogen, zou ik zeggen, heb je iets in je oog? Ja.
Maar dus het... Of weet je wat je ook kunt doen? Je kunt knipogen, maar zo, zo doen alsof er iets in je oog zit. Ja, maar niet? Dat heeft ook geen goede dingen. Want je, wat, ja, je hebt dat alleen als je een vreemdeling... Ik zou één keer zeggen... als je die een vreemde ziet, hè, daarna je ziet je vaker, dat is geen vreemde niet meer. Hè, tweede keer dat je die ziet. Ik zou gewoon zeggen, ik heb tic-syndroom. Meer dan alleen knipogen. Als ik je ontmoet. Nee, je hebt sommige die licht tikken. Ja, zo heel licht. Gewoon een dingen. Of zo iemand, er is iemand die gewoon zo doet met zijn hand en dan doet hij verder met zijn dag. Oh my god. Nu moet ik denken aan een verhaal. Een heel drukke persoon. Ja, oké, ja, ik weet het niet. En Italia. Wat? Probeer het. Dat gaat niet, joh. Dat gaat niet, nee. Doe. Nee, grapje. Wat? Dat was het! Die tic-syndroom! Nee, dat is annoying syndroom. Als ik zenuw kreeg. Oké. Okay. Dus, die Italiaan. Die had iets meegemaakt. Tic-syndroom. Ja. Hij was met een vriend ergens naartoe gegaan. Mm-hmm. Naar een andere vriend. Maar hij kende die jongen niet. Dus dat was de eerste keer dat hij die jongen zag. Wat gebeurt er? Die Italiaan had onderling gesproken van... Ik ga doen alsof ik iets heb. Ja, jongens onderling, die heeft dat gewoon zo de hele tijd volgehouden. Bij die andere jongen. Dus die komt daar binnen en die doet zo in één keer. En die jongen... Ja, die dacht van... Zijn, hè? Die keek zo even en die dacht van... Ja, oké, ik zal maar niks zeggen. En daarna doet hij dat verder. Daarna had hij zijn vriend er tussenuit gepakt en had hij gezegd van... Die is ziek? En die zei van... Ja, maat, die is ziek. Die ja, Rabbi, dat is zo gemeen. En die zei... Ah ja, och, harem, dat. Oké, tamam. Ja, nooit doen, oké? Okay? Dat is zo onrespectvol. En wat doet die Italiaan? Die blijft dat gewoon verder doen. Maar echt een uur, twee uur lang. Wat en op laatste heeft hij gezegd van... Maat, ik ben niet ziek. Ik functioneer gewoon normaal. Nee, ik ga nooit maar jongens humor. Die zag mij dat zo. Maar die toont ook goed die zijn tikken doet. Ik kan dat niet zo doen, maar... Ik denk van... Dit zijn dus jongens tijd. Dit doen jongens dus. Meisjes, zo verspillen jongens hun tijd. Meisjes gaan dat nooit doen. Nee. Had je meisjes dat ooit gezien? Stel je voor, ik had die laten ontmoeten aan haar en ik deed zo. Ik had dat 10 minuten volgehouden, niet 2 uur. IB, joh. What the hell? 2 uur, nee. Ja, ik had echt uren volgehouden. Oh, ik snap jongens nooit. Echt grappig. Ik zou dat gewoon zo met dingen vergeten. Dus, ik heb... een DM ontvangen, maar die heeft me laten lachen. Die heeft me echt laten lachen. Hallo Almira, mijn naam is... Zeg eens een naam. Jos. Joske. Mijn naam is Jos. Waarschijnlijk heb je nog nooit van mij gehoord, maar ik wel van jou. Ik... First of all, hoe? Ik ben fucking onbekend, hoe? Maar oké. Maar ik wel van jou. Ik wacht al meer dan een week op een reactie op mijn DM en dat maakt me een beetje boos. Dan zet hij ook nog zo'n boze smiley. Zou je alsjeblieft willen overwegen om op mijn DM te antwoorden? En dan zet hij zo'n huilende lieve smiley. Het is toch leuk om te weten wie er over jou praat. Hint Italiaanse. Als ik jou was, zou ik het een kans geven om me te leren kennen. Want ik ben echt niet haram of zo. Daarom moeten we het ook halal houden. Kus Allah is watching. Kom daarom volgende week trouwen. Tussen haakjes. En als we gaan trouwen, beloof ik je een mooie bruidsgat en een Porsche 911, inshallah. Wow. Wauw, trommetie. Grappig. Hij had mij inderdaad een vorige DM gestuurd. Is dat echt? Ja, en daarin... Hij had mij gestuurd en hij zegt, een vriendin van... Nee, wacht. Een vriendin van u had eens een goed woordje voor u gedaan. Ik zo, ik ben niet... First of all, ik ben niet op zoek. En tweede, welke vriendin? Ik heb niet veel vriendinnen. Snap je? Dus ik vind dat heel raar. Snap je welke vriendin zou mij en al uw vriendinnen die u kennen weten dat je geen interesse gaat hebben. Dus die zegt, wat doe ik? Ik klik op zijn profiel. Zo een slimme man is dat. Ik klik op zijn profiel, ik klik zo en ik zie die vriendin. Een oude vriendin. Ja. En ik denk, ah ja, oké. Okay. Dus wat doe ik? Ik stuur haar. Ik stuur haar gewoon een screenshot. Ik zeg... Wie is dat? Die zegt van ja, dat is de vriend van mijn vriend. Die zitten samen op kot. Maar die heeft dus wel iets gezegd. Nee, zij zei van ja, maar ik vind het heel raar dat hij mij niet noemt. Want ik heb nooit iets over u gezegd eigenlijk. Maar ik ken haar. Dat was mijn beste vriendin. Maar we zijn uit elkaar gegroeid. Maar als ik haar zie, praten we nog steeds. Het is niet dat we slecht zijn of zo. Dus zij zegt van ja, maar ik,
Ik heb niet over u gepraat eigenlijk. Heel raar dat hij dat zo zegt. Ik begin te lachen. Creepy. Ik zo, allee joh. Die heeft waarschijnlijk gekeken naar volgers. Waarom trek je de creeps aan? En zo, doorgestuurd. En dan die lange dinges met die Porsche deal daar. Zegt hij van, het is toch leuk om te weten wie er over jou praat. Hint Italiaans. Ik weet wie je bedoelt, maar dat boeit mij niet. Raar. Heel raar. En dit stuurt hij. Eet was woensdag. Dit stuurt hij donderdag. Dit stuurt hij direct donderdag. Waarschijnlijk was hij in de moskee. Misschien had hij dua gedaan in zijn gebed van... Ja Allah, laat me dit succesvolle ding. Ik ga nu mijn berichtje doen. Laat haar deze keer antwoorden. Die stuurt haar bismillah. Ja, nu gaat hij wel zoiets zien. En eigenlijk verwacht ik nog een bericht van die. Volgende week. Ik denk echt dat hij nog eens gaat sturen. Die heeft echt gewoon een account gemaakt om mij te sturen. Ah ja, die heeft een account gemaakt om mij te sturen, by the way. Dat is niet dezelfde account. Maar ja, dat. En ik wil geen Porsche. Okay, een abnormale genie zijn en niet bekend. Of echt populair, echt famous zijn en dom. Dat is makkelijk. Ik krijg van ze alle twee geld. Jawel, want als je famous bent, heb je geld. En als je niet, en als je iets famous hebt, maar je bent niet bekend, heb je geld. Ja, dat is waar. Dus, dan pak ik voor de eerste. Ik wil ook een genie zijn en onbekend. Ja, ik ook. Elke keer als iemand je roept, de hik krijgen of niezen? Ik denk de hik. Ik wil liever niezen. Ja. Ja, joh, die niezen doet echt goed. Hik is zo irritant. Niezen doet echt goed. Hik doet na een tijdje echt pijn, hè. Dan heb je echt steken. En niezen is gewoon zo chill. Ja, maar als ik moet niezen, ik queen gans. Echt? Zet je zo die mensen die zo chill, chill, chill. Drie keer niezen zo achter elkaar. Ik heb ook een kleine neus. Delila heeft echt, Delila zegt Pikachu als die niet. Nee, die overdrijft. Dat is schattig. Het gaat niet over een niezen. Nee, ik niet niet zo. Zij niet eeuw om te zeggen, maar zij niet echt schattig. Doe nog eens. Ik zou ook niezen. Nee, ik denk. Ik heb het pijn! Ja, maar als ik nies, dan mijn ogen tranen, mijn huid is rood. Nee, hoe lang word je niezen in dan? Niet, maar ik ben gewoon zo. Ik ben echt, als ik de frisdrank of zo drink, ben ik ook aan het winnen. Ik denk dat je zo opgekropte gevoelens hebt. Bro! Als het ding huilt. Nee. Heb je pijn als je drinkt of zo? Nee, die prik wien is, die prik. Ja, ik ben... Buh? Die prik prikkelt. Ja, die prikkelt. Met alle drinken of alleen maar Fanta? Met nee, Sprite. Echt met Sprite, alle echt drinken. Spicy. Cola, alles waar bruis in zit. Bruiswater ook. Alles. Ja, drink je bruiswater? Vroeger. Ik kan dat drinken. Oké, altijd jezelf verstoppen. Altijd jezelf verstoppen als je iemand bekend ziet. Of altijd per ongeluk je eten omstoten in een restaurant. Broer, maar ik met doe iemand... de eerste al. Maar nee, met iemand bekend bedoel ik niet iemand die jij kent. Hè? Mm. Een beroemde persoon. Dus stel je voor, je lievelingsboeterend. Je ziet die aankomen, je verstopt je. Je kunt niet anders. Ook al wil je hij zeggen of zo, je verstopt je. Jij ook. Jungkook, BTS. Maakt niet uit, K-pop idol. Maar weet je wat het probleem is? Je ziet dat altijd op dat de dat betekent dat als je fan gaat zijn van iemand, dan weet je al 100% no matter what, je gaat die nooit kunnen zien. Ook al woont die langs je, want je gaat altijd verstoppen. Eerste. Ook. Ik ben echt geen diehard fan van niemand. Oké, Boetrend, ik heb die toch gezien in het echt. Ja, maar stel je voor, kon je nooit zien. Je hebt altijd dingen verstopt, heel die... In de wc. heel die concert. Maar bedoelt je dat je niet dichtbij bij hem kunt zijn? Je kunt die niet of zien. Of gewoon niet van ver ook niet. Stel je voor, je ziet die van ver. Net, want jij verstopt je, als jij je verstopt van iemand. Gaat die persoon... Ah, jawel, je kunt wel zo je verstop achterstukken. En Amira, ziet die ik wil dat niet zeggen, maar aan de raam is een spinnenweb. Hallo, stop alsjeblieft, sir. Kijk, weet je wat mijn dilemma is? Elke video dat ik zie waar mensen zo naar hun toe gaan, dat is altijd zo van, hun hebben dat niet graag, je ziet dat. Ga je doen? Ja, hun hebben dat sowieso niet graag. Dus ik zou dat ook niet graag hebben als ik zie dat iemand oncomfortabel is. Maar soms zijn die niet oncomfortabel. Soms
doen die echt qua meet-up bijvoorbeeld. Alsof ik dat ooit zou kunnen betalen. Ja, wel, kijk, we waren toch naar Korea gegaan. We konden gratis onze lievelingsdienst. Ja, en Delila wou niet gaan. Ik was moe. Oké. Okay. Dus Delila kiest ook voor nummer 1. Ik was gewoon moe en ik weet dat ik nog terug naar Korea ga en die gaan nog gratis concert geven. Dus ik had zoiets van... Gratis Jungkook konden we zien en gratis New Jeans. Ik hou van New Jeans. Super anyways, shy. Je gaat het altijd moeten verstoppen, dus ze gaan nooit jou kunnen zien. Oké, maar wacht, hè. Je zegt, ik stoot mijn eten bij de restaurant. Kan ik dan gewoon bestellen? Stoot ik die dan ook? Want dat is eten van de restaurant. Nee, dus je bestelt elke keer als je gaat eten. Bij een restaurant, je stoot dat eten om. Oké, okay, dus ik kan gewoon thuis die eten bestellen. Schande, ja, daarom. Ja. Dus ik kan dat eten gewoon thuis bestellen. Ja, okay. Maar ik heb nooit niet buiten kunnen eten. Ja. Nooit. Dus het is zomer of zo. Stel je voor, je wilt iets drinken, ergens zitten. Dan ga je ook omstoten. Ja, dan. Alle restauranten. En ook als je met vriendinnen alles uitgaat. Elke keer. Je pakt een nieuwe bol, altijd op de grond. Oké, nummer 1. Ik ook nummer 1. Blijf met mijn buurt. Ja, ik ook nummer 1. Oh, mijn hart breekt eigenlijk. Hè, omdat ik heb er echt geen... Ik ben echt... Wallah, vroeger was ik diehard fan van Justin Bieber. Na hem heb ik nooit meer echt iemand gehad. Zo. Ik wel. Nee, als ik u zeg, mijn vader wist daarvan. Die haatte hem. Die haatte hem kapot hard. Welke jongen haatte geen Justin Bieber? Ik ga gewoon iets out there zeggen. Ik vind het een beetje raar. Waarom zeg je dat zo? Mensen gaan me echt haten. Ik vind dat een beetje raar als jongens zo niet fan zijn van, niet rappers, hè, maar zo artiesten die gewoon zo zingen. Zoals Chris Brown. Zoals Chris Brown. Ik vind dat een beetje raar. Baby. Dat is een beetje raar. Nee, maar luister. Dat is... Of zo gewoon een popzinger. Of jazz vind ik ook chic. Dat als een man zegt, ja, zo... Ja, dat vind ik ook, dat vind ik ook chic. Maar, ik weet dat niet. Weet je wat bij mij de ding is? Als hij gaat zeggen, bijvoorbeeld Junk is deelt dat wel mind. Bijvoorbeeld Justin Bieber, zo die soort liedjes. De persoon, ik volg die altijd, zo op Insta. Dus dat hij echt een fan ja, is. Ja, en die zegt zo, schat, we moeten naar hun concerten. Ja, algemeen vind ik dat echt een afknapper. Zo luister die liedjes en zo, geen probleem. Maar niet zeggen van... Nee, ik zou dat chic vinden als mijn man zo ook zo K-pop stan is. Want ik kan met niemand in de auto zo mijn K-pop muziek doen. Als ik dat samen met mijn man en zeggen, ik ben echt een fan, is twee verschillende dingen. Nee, bij mij... En die gaat zo merch kopen, met zo de kop van Justin Bieber op zijn t-shirt. Dat of dezelfde kleren als hij. Luister, als er jongens zijn die andere mannen hun gezicht op hun lichaam dragen, wallah, verbrand die t-shirt en jezelf ook. Ik doe dat niet. Kijk, ik heb nooit iemand zijn gezicht op mijn dinges. Ik vind dat echt, hè. Vrouwen ook. Ik heb nog nooit een vrouw gezien met een vrouwen-t-shirt. Jawel. Zeg mij nu welke t-shirt. Jij hebt die t-shirt met Rick and Morty en van alles. Ik heb alleen mokken altijd. Je hebt dat ooit eens gehad? Nee. Oké, beschrijf die dan, die t-shirt. Broer, ik kun je nog niet zo zeggen. Zij heeft t-shirten van Rick and Morty. Iets schiet me binnen. Die hebben mij dirty gedaan in de vorige video. Dus weet je wat ik voor u heb bijgehouden? Ik heb voor u straks een cadeautje. Oh, zeg, wel met deze weer? Ja. Het is al warm. Nee, maar. En het is niet meer Ramadan, dus kunnen dat niet eten. Ik ga straks toch uit eten, hè. Ik heb voor u straks een cadeautje. Ik ga gewoon niet kunnen eten, zo. Ja, je hebt dat gewoon verkeerd geteld. Heb je dat nu geteld, samen met die video te kijken? Maar ik kom juist... Volgens mij is uw video fout. Heb jij dat geteld? Mm-hmm. Maat, jij herhaalt dat zelfs. Ja, dit. Ik heb gewoon saus voor saus geëten. Letterlijk. Saus voor saus. We zijn zo off-topic gegaan steeds. Wow. Ja. Maar daarom noemen we... Welkom! Off-topic! Ze hebben alles samen gezegd. Ja, en nu gaan mensen dus weg. Klik juist niet. Lekker stuk, bro. Oké, vastzitten in een kamer met 10 slangen of 10 tarantulas? Nee. Tarantulas. Slangen. Maar ik knuffel slangen en zo, joh. Ik ook slangen, gij. Ik hou van slangen, die voelen echt lekker. Ik wil allebei niet. Ik ook kijk, niet, maar liever dat slangen. Zo... Kijk, dit haat ik aan dit spel soms, hè. De fact dat ik weet dat jullie wout niet gaan doen. Jullie gaan liever dood. Dat is niet waar. Ik heb liever een slang dan een spin. Die bijt u, hè. Nee, dat weet je niet.
Weet hij die? Dat heeft hij niet gezegd, dat is beside dat the point. Oké, okay, maar dat is een spin, dat is nu eenmaal een slang. Spinnen bijt u ook. Kijk, ja, maar, zo... Nee, nee, alsjeblieft, je gaat spinnen voelen. Die kleine haren poten. Nee, dat er die haren lizard poten op je. Hé, hey, ik heb een TikTok video gezien, hè, over een spin in Australië. Ah, maar als ik u zeg, die was zo groot. Zo de kant van de muur. Kijk, uw raam, echt gewoon zo, die breedte van die raam zo groot was. Die nooit! Ooit, ooit ga ik voet zetten in Australië. Ik vind Australië zo mooi. Ik wil zo graag naar daar verhuizen. Maar het gewoon die spinhole. Never, never, ever. Al zeg je, ik mocht gratis naar Australië gaan. Wallah, mek ga. Wallah, kangaroos zijn chic nog, joh. Bro, die vechten gewoon met... Weet je wat kangaroos doen? Weet je wat die doen? Weet je wat die doen? Spugen. Nee, luister. Die pakken... Oh, ik had zo'n video zien. Blijkbaar doen kangaroos dat vaak, hè. Die pakken een hond. En als die dat willen vechten of zo, die willen die vermoorden. Denk niet dat die plant eten. Weet je wat die doen? Dingen, hoe noemt dat? Pre-workout. Eiwitten. Luister. Die pakken die loer, die hond. Ik zie die gewoon echt de dingen aan. Sorry. Ik moest het zeggen. Met die zakske. Met die spoon. Prima. Zit je niet zo? Die was zo nutrition. Wat? Die vrouw kan dat shaken. Nee. Oh. Nee. Zet de camera eraan. Ik moet naar mijn zee gaan, bro. Het is warm. Uw verhaal. Die zorgt dat die hond in het water gaat. En dan komt die hond, obviously, die gaat in het water. En dan duwt die niet. Hoe gemeen. Die drownen die, hè. Ik denk, en die zijn sterk en die houden die zo onder water. Ik denk, als wij een dier waren, ik wil iedereen een dier geven. Jij zou kangoeroe zijn, broer. Waarom? En wat ben ik? Nu gaat hij mij beledigen. Nee, woela, dit gaat zo raar zijn, hè. Maar jij lijkt mij een vlinder. Wat? Ze is echt geen vlinder, hè. Ik heb vlinders op mijn rug. Ziet je? Nee. Bro, hoezo nee, zet je uit aan representen, maar je bang van hun? Anders, ik vind u mooi op een t-shirt, maar niet in het echt. Oké, wat is Almira? Welk? Alle mensen gaan zeggen koe. Nee, joh. Giraf? Giraf? Ik ben 1,57 meter. Je zegt giraf. Lan? Wat? Een B. Doe de raam dicht. Alle, doe de raam dicht. Die komen, maat. Het is echt warm. Niet normaal. Wolla, als die maar dat zijn jullie. Mijn voet slaapt. Je hebt vanille aan. Je hebt zoete parfum. Ja, wat moet ik doen? Hele leven 4 jaar oud zijn of je hele leven 90 jaar oud zijn? Hele leven 4. Vier. Laat me slapen. Ik geef vier. Mij eten. Ja, doe die vliegtuig. Ik ben naar de pretpark. Douche me. Ververs mijn pampers. Oké, ik heb een diepe. Zou je liever de toekomst willen zien of het verleden veranderen? Verleden veranderen. Want dan weet je niet, dan verandert je nu iets in het heden, hè? Dat weet je toch, hè? Ik zou toekomst zien. Ja. Want het verleden, dat is toch al gebeurd. Boeien. Ik wil toekomst niet zien. Stel je voor, je verandert. Stel je voor, je weet wat er gaat gebeuren. Ik wil niet de wereld zien vergaan. Ik wil dat niet weten. Dat wil ik niet zien. Ik heb een heel mooie vraag die bij deze vraag antwoordt. Nee, maar want als je bijvoorbeeld een verleden gaat veranderen, en je komt dan terug naar je heden. Stel voor, je verandert één keuze. Bijvoorbeeld, wij ontmoeten elkaar door die ene keuze niet meer. Nooit. Snap wat ik bedoel? Eén keuze is heel ja, maar belangrijk. Daarom moet je daar ook goed over nadenken. Maar... Nee, kijk, weet je wat ik denk? Ik zou toekomst zien, want kijk, je zit nu al... Dan kan ik mij voorbereiden op een bepaald ding dat ik bijvoorbeeld zie van een toekomst. Ah, dit ga ik verkeerd doen. Ik ga dat... Nu in heden ga ik dat zo en zo aanpakken dan. Maar ja, als je zo denkt, misschien is dat niet verkeerd. Want je kijkt in de toekomst van, oké, dit is verkeerd dan in mijn ogen. Maar als je nog verder kijkt, komt dat misschien op de juiste plaats. Maar bijvoorbeeld nu ook, hè, jij bent zo geleerd, je hebt geleerd van je verleden, je hebt je verleden verwerkt. En dan ga je terug om dat aan te passen om weer terug een nieuwe heden te hebben.
En dan moet je weer je gaan aanpassen en gaan dingen verwerken en zo. Ja, maar dat hangt af wat je gaat aanpassen. Dat is wat ik bedoel. Je hebt het toch al meegemaakt. Ja. Gooi het even achter je. Maar nu kan ik de toekomst. Ja, nu kan ik kijken van, dat gaat gebeuren. Weet je wat, ik ga dat anders doen om... Snap je? Ja, maar wat ik zou veranderen is niet echt. Dat zou... Mijn verleden veranderen is puur bijvoorbeeld mensen terughalen. Weet je wat ik wil zeggen? Mm. Niet van vrienden of zo, fuck jullie. Maar gewoon qua doden, bijvoorbeeld. Maar nee, dat gaat niet. Ik zei, dat is God's work. Zeg, je verleden veranderen. Heb je iemand vermoord dan? Nee, nog niet. Dat is God's work. Ja, snap je? Dat weet ik het niet. Je kunt misschien meer tijd besteden. Of ja, meer tijd zou ik misschien ook wel hebben gedaan. Maar aan de andere kant, dit is wel uw valkuil. Dat betekent dat je closer met die persoon gaat zijn. Doodgaan kun je niet vermijden. Dan gaat die dood en dan gaat je nog een zwaardere proces, een verwerkingsproces hebben. Omdat je meer tijd met die persoon hebt besteed. Ja, maar ik heb dat al verwerkt. Hè. Als ik nu bijvoorbeeld, stel je voor, ik kan nu teleporteren naar vroeger. Ik heb dezelfde gevoel van nu, hè. Wat? Snap je wat ik wil zeggen? Bijvoorbeeld nu. Je kunt kiezen nu. Kun je kiezen, ik ga toekomst of ik ga achteruit iets veranderen. Ja? Snap je? Met deze, je weet dat je een kans hebt. Iets veranderen. Want als je daar meer tijd aan besteden zit, je gaat jezelf ook niet afvragen, waarom doe ik dit? Je weet van, die persoon gaat in dat jaar bijvoorbeeld overlijden, daarom doe ik dit. Mm-hmm. Zo. Ja, nu, ik zou toekomst kijken. Ik ook toekomst. Weten wanneer je doodgaat of hoe? Tsch, die is moeilijk. Oh, fuck, hè. Ik haat die vraag. Die is echt moeilijk, hè? Ja, oh my god. Even dingen zien dat we een kraag voor ons zien, hè. Hoe eng zijn kragen? Kragen? Wat is kraag? Kraai. Kraag! Wat een duif was beter als je dat had gezegd. Dat ging niet die woord nog verkeerd zeggen. Hoe groot is dat ding, joh? Ik weet niet hoe. Ik wil niet weten wanneer ik eigenlijk dood ga. Liever hoe. Omdat, als ik dat ga weten, dan ga ik heel denken van, oké, nu kan ik helemaal mijn ding doen. Nee, en nu moet ik mee. Jawel, nee. Stel je voor? Dan ga ik ze van, oké, wacht. Dat moet ik nog doen voordat ik dood ga. Dat moet ik nog doen. Nee, sorry. Echt niet. Hè. En dan ga ik me zo weten. Die dag ga ik dood. Bro, weet je hoe depressief dat gaat zijn? Allebei is slecht. Want stel je voor, je gaat zeggen, ja, ik wil weten hoe ik dood ga. Oké, auto-ongeluk. Ja, dan ga ik nooit meer auto rijden. Exactly. Yeah. Ik zie u niet met de lijnbus gaan. Je ging voor altijd opsluiten in de dingen, of ging je altijd wachten tot iemand u ging brengen? Weet je hoe? Dat is niet fijn, hè? Je zit heel afhankelijk van mensen. Luister, mensen, ik heb wel een limbus gebruikt. Mensen hebben voor hetzelfde geld zat geen niet achter het stuur, hè, bij je dood. Ook ja, daarom. Eens. Stel je voor, echt waar. Ik ga wel in de dan auto. Gaat hij nog dood en dan was hij gewoon rustig in de achterbank of zo. En dan zit je Dalila, ik zei het toch. Subhanallah. Nee, ik ben nog bloot doen. Ik zei het toch. Als je zegt wanneer, dat is ook fucked up. Stel je voor, je hebt een jaartal. Daarom, dat zou ik ook niet willen. Maar wacht, hè. Wanneer? Dan is dat echt zo de uur, seconde, datum? Of is dat gewoon de jaar? Nee, echt. Stel je voor, alleen... De jaartal. Zo in 2025 zo. Nee, dan nog niet. Ja. Sorry. Of echt een datum en maand. Nee, echt gewoon. Ja, ik vind dat, ik weet niet, ik vind dat niet zo erg. Want als ik weet van wat, maat, ik ga, ik weet dat niet. Oh, ik vind deze vraag echt moeilijk. Of gestikt van eten, je hebt door gestikte eten, stel je voor. Uiteindelijk zal ik het toch nog breken. Dat betekent dat je uiteindelijk toch eten zal eten en dan je gaat nog dood, want je kunt dat niet vermijden. Dus eigenlijk aan de ene kant moet jij dan wel de hele tijd gaan eten. Snappen jullie mijn dilemma? Ja. Want dat betekent niet nu dat je dat weet, dat je dat kunt vermijden. Ja. Je moet eigenlijk gewoon door blijven leven, maar dan met anxiety. Van, oh nee, als ik een hap neem, kan dat mijn dood zijn. Want je kunt niet stoppen met eten. Of je kunt niet stoppen met rijden. Want je dood zal met de auto zijn. Dat gaat sowieso gebeuren. Ja. Maar dat kan ook gewoon een auto u omver rijdt. Een auto is een auto. Ja, dat is toch wat ik bedoel? Dan zit je de hele tijd anxiety. Okay, dus? Want je kunt die dood niet vermijden. Je weet de oorzaak, maar je kunt dat niet vermijden. Ik zou ook kiezen hoe ik doodga. Hoe? Oké. Ja. Puur omdat ik wil niet weten wanneer ik doodga. Wanneer dat komt, komt dat. Snap je? Maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig van...
Zou ik iets lomp doen? Zou dat mijn dood zijn? Zoiets lomps? Knikkers, zo. Lego. Ja, weet je wat ik die bedoel? Die stapt op Lego. Of heb ik zo'n spectaculaire dood? Of ga ik gewoon ziek? Of val ik gewoon dood? Dat, ik vraag me in de slaap. Dat is ook goed. Ja, stel u voor. Gewoon qua nieuwsgierigheid. Maar wanneer? Ik denk dat ik wanneer ga kiezen. Wanneer maakt mij niet echt... Dat moet vanzelf komen. Wanneer kiezen. Ook puur omdat... Stel je voor, je weet wanneer je dood is. Bijvoorbeeld... Je weet, 2026 is je dood. Maar dat je 2025 je toch voorbereiden op je dood? Zoveel umra, hajj doen, alles wat je moet doen. Snap je? Je bereidt je voor dat je klaar bent. Ja, dat is toch goed wanneer? Maar terwijl als je weet niet... Ja, als je maar weet dan, is hoe, zo, dan is dat zo niet uit je hart, omdat je weet wanneer je dood gaat. Nee, ik vind dat beter als zoals je kanker hebt. Hè. Je kunt je voorbereiden, dat is perfect. Je kunt je erfenis verdelen, je kunt alles klaarmaken. Je kunt je doek, want we moeten ingewikkeld zijn in een doek. Je kunt dat klaarmaken. Terwijl als je weet wat... Stel je voor wat een auto, dat is elke keer als je de auto stapt, heb je anxiety, heb je paniekaanval, want je weet niet wanneer, hè. Dat is dat jij je dood moet klaarmaken. Ja, maar dat zijn mensen, dit is in de realiteit, mensen die kanker hebben. Ja, maar daarom. Ik heb dat was vorig jaar in mijn K-drama. Nee, ik heb dat echt, ja, oké. Het meisje is haar eigen plaats gaan zoeken. Ja. Maar het zal kwetsend zijn, maar ik heb dat liever dan. Dan ga ik dood op de manier hoe ik alles heb voorbereid. Maar als je bijvoorbeeld de reden weet, en dat is iets van je dagelijks dat je niet kunt vermijden, dan gaat je de hele tijd bezig zijn, oké, gaat het nu gebeuren? En nu? Nee. Misschien nu? Oké, misschien morgen. Dan heb je ook die onzekerheid, hè. Terwijl met die vaste datum, dan weet je van, oké, dat is die dag. Dat klinkt logisch voor mij. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn, bijvoorbeeld zeg nu maar auto-ongeluk, hè. Bij mijn dood, bijvoorbeeld auto-ongeluk. Elke keer wanneer ik in de auto stap, ga ik denken van, ah ja, kijk, dit gaat de manier zijn waarop ik ga sterven. En dat mij motiveert voor het beter te doen. Net zoals jij bijvoorbeeld in het jaar 2026, dat je aan het voorbereiden bent voor de perfecte moslim te worden. Dat ik mij op die manier zo motiveer. Snap je? Maar... Voor hoe lang weet je? Evengoed is over 50 jaar. Maar dan ben ik 50 jaar. Maar dan creëert je wel, dat betekent wel 50 jaar lang zit je paniekaanval aan het creëren. Nee, want als je zo fel in je geloof zit, maat, je gaat geen paniek krijgen. Zeker wel, want je wilt fatsoenlijk naar daar gaan. Ik denk dat dat zo'n dilemma is. Maar als je echt zo, je weet van, ik ga zo sterven. Alhoewelm, het moest zo zijn. Je gaat geen schrik hebben. Je gaat geen, allee, zo denk ik toch, hè. Je gaat geen schrik hebben. Mensen die echt, echt goed bezig zijn, die willen juist. Niemand is echt heel goed bezig. Nee, maar die... ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Niemand die willen juist weg. Oké, okay. Ik denk dat het een dilemma gaat zijn dat iedereen blijft op zijn standpunt. Okay. Rijk zijn of slim zijn? Slim zijn, what the hell? Slim zijn? Ja, ik zorg... Als ik zo slim ben, zorg ik wel dat ik rijk ben. Nee. Ik ook slim. Ik zou echt geen BLO zijn, hè. Sorry. Ik zou rijk zijn. Dan ben ik liever een BLO in rijk en dom. Dat geeft je geld. Dan ben ik liever een... Dan geeft hij nog een geld. Ik zorg gewoon dat zij mij geld geeft. Nee, maar niet zo dom. Maar dan bedoel ik... Met dom zijn bedoel ik van... Je kunt geen architectuur worden. Of je kunt geen huizen gaan bouwen. Zo. Dan wil ik eens weten hoe jij rijk bent geworden. Ja, maar dat zou ik bedoelen. Op een heel slimme manier. Ja, wat dan? Je ook niet weten wie ik ben. Jawel, ik ben rijk, dus ik blijf rijk. Wij zijn slimmer dan u. Jij bent rijk, maar wij zijn slimmer dan u. Wij kunnen u zo omzeilen. Ik ben rijk. Mary. En je gaat dat niet weten dat jij ons geld geeft. Yes. Dus wij leven gewoon op uw kosten, vrienden. Wallah, wij ontgeten deze broer, ik ben rijk. Maakt niet uit. Ja, echt waar. Ik ben rijk. Maakt niet uit. Ik koop u een villa. Tranquilo. Dat is goed, ja. Echt, goed. Maar ik ben liever slim. En je zet dat op mijn naam en zo. Met uw money. Jawel, ik ben slim. Ik ben sowieso slimmer dan maar ik blijf geld krijgen, want ik heb niet gezegd hoeveel geld ik heb. Je hebt gezegd, ik ben rijk. Oké, goed, ik ben rijk. Je hebt niet gezegd, ik heb een fountain van money dat door ik ben een multi-million billionaire, hè. Ik ben rijk, inshallah. Ik wens u dat. Jij rijk, ik rijk. Dat is wat ik weet. Nee, ik wil echt slim zijn. Sorry. Laat me Patrick zijn in mijn Mary. Altijd moeten lachen als iemand huilt. Of altijd huilen als iemand lacht. Lachen als iemand huilt. Ik doe dat toch al. Maar ik huil niet in mijn been. Ik kan niet met die omgaan. Maar, nee. Voor je moeder is aan het huilen, Ocharm. Gaat je in haar gezicht lachen? Wola, kijk, ja, ik troost echt zo. Maar en als mijn oma aan... is aan het huilen. Als mijn ma aan het gezicht. Nee, maar dan maak ik een grap. Nee.
maar je gaat echt lachen zo. En wat was die zo geen reactie? Niet, en maar ik maak een grap en daarna lach ik. En zo die bleef wenen, zo van, is echt waar? Mensen die lachen, ik zo heb hard dat die tranen gehad. Kregen. Snap je? Dus ik kan gewoon zeggen, dan is het gewoon echt heel grappig. Nee. Ah. Ja. Snap je? Zwaar. Maar je huilt gewoon als iemand lacht. Je lacht niet zelf, hè. Ja. Maar stel je voor dat zo, want jongens hebben dat vaak, hè, dat die zo domme grappen vertellen. Dan wil ik echt niet lachen, dan kijk ik meestal zo van... Oké, okay, op de zo. Jij doet dat echt. Ja, ik kan echt, sorry, ik ga echt geen energie extra. Ik ben al een luie persoon, ik moet extra energie doen om nep te lachen voor uw ass. Ik vertel een grappige grap voor uw bakkes. Maar dan gaat je zo huilen, want hij gaat waarschijnlijk zijn grap grappig vinden. En ja, dan nee, en dan kan ik zeggen, ik ween omdat hij zo slecht was. Ja, getoond. Nee! Oké, ja, maar ik ga toch niet. Nee, want dan komt er geen emotie. Want je zegt in de wenen in de plaats lachen, maar je gaat nooit lachen. Dus dan komt die tranen nee, op. Nee, als iemand lacht. Jij huilt als iemand lacht. Ja, nee, dat kan nog steeds zijn. Altijd moet je huilen als iemand lacht. Dus hij lacht, man lacht altijd om hun eigen grap daarna. Dus die was zelfs een grap. Dan is... Daarom, ik kreeg tranen omdat hij zo vies, omdat hij zo dom was. Ja, goed zo. Goeie ding. Ja, ik ga dat volgende. Doen. Nee, ik wil huilen als iemand lacht. Nee, mij ik moet niemand zien huilen. Ja, maar je huilt... Alleen als ik fris drank drink. Huh? Uw naam getatoeëerd hebben op uw voorhoofd. Of geen tanden hebben. Wat? Deze is fucking goed. Kalle, ik ben benieuwd. Oh my god, wat ga ik doen? Moet ik kiezen? Kan ik een gebit aandoen? Nee, je moet die onder je hoofd ook zien. Nee. What? Echt zo. Ik zeg gebit. Gebit. Ik dacht dat... Onder mijn hoofddoek. Ja, dus daar. Want dan is die klein, hè? Nee. Dan is die groot. Groot. Je hebt die hoofddoek... Nee, groot. Dus dan moet mijn hoofd ook hier op mijn haarlijn dan. Oh, heb ik ook nog zo'n dikke voorhoofd? En met mijn naam? Hoe heet je raad? Wat? Wat? Iemand komt naar u. En hoe heet jij in de klas of zo? Je naam staat vies groot hier. Nee, zeg ik wat? Wat? Je zegt zo. Hoe heet jij? Jij raadt ons. Oh, ik heb tranen. Raad mijn naam. En raad. Zo met die hoofddoek. Die hoofddoek is daar. Raad mijn naam. Raad mijn naam. Oh, joh. Nee. Allemaal tranen. Kijk, zelfs zo lach ik. En nu? Zo huil ik niet. Ik weet niet wat ik ga kiezen, maat. Zeg, maar, je hebt geen tanden. Je ding gaat zo dan ook, hè. Wist je dat? Ja. Ik zou nog liever geen tanden hebben. Nee. Bij deze heb ik ook gekozen geen tanden. Ik mijn bek dicht. Bro, dat is voor life, bro. Nee, dank u. Ja, en je moet denken... Oké, tanden zou je kunnen zetten. But first... Je zit in deze toestand hè, die je nu hebt. We hebben allemaal geen geld. Like snap je? GoFundMe. Dus als je tanden wilt zetten, moet je even denken van... Oké, dit kan nog even duren. Hetzelfde voor als je dit wilt weglezen. Kan ook nog even duren. Plus, wie zegt dat je littekens gaat hebben? Dat is pijn, aflezen heb ik gehoord. Like het, meer, het afhalen van de tattoo doet meer pijn dan het plaatsen. Geen tanden voor... Ik heb mijn dingen uitgang gevonden. Dat is haram. Ja, maar even de spel niet. Ja, maar Henna, henna, oranje. Elke oranje henna. Nee, tattoo. Oh. Yo, ik kom... Nee, ik moet naar school en zo. Wat is een leerkracht vraag je zoals die vraag op? Ja. Ja. Nee. Je kunt naar tanden inzetten, maar ja. Stel je voor die vallen. Wij zijn zo broke. Ik ga gewoon naar zo'n carnavaltanden zo. Als je moet eten, moet je die eruit gaan. Dan moet je papjes in. Alles moet je mixen. Oh. Haal je die dingen eruit? Hoe noem je die fruitpapje die je zo. Ik heb honger. Gewoon zo wat wetenschappelijk. Gewoon studentenrechten. Of zo, iemand was zo
ons een eten zo delen. Zeg zo, wilt je? Ja, je hebt gewoon zo'n mixertje mee. Stel je voor, je zit op stage, advocatenbureau. Ik hoor het gewoon zo, wat is gaan blenden met pizza? Hé, maar je gaat ook lispelen, niet? Want je hebt je tanden, die hebben geen alvast, hè? Die helpen mee met je klanken. Yes. En je speeksel valt ook uit je mond waarschijnlijk. Bro, maar sorry, ik ga nog liever voor die geen tanden. Ik ook, geen tanden. Maar ik vraag gewoon aan mijn oma, mag ik je dingen lenen? Die moet niet meer buiten, daar. Die zit rustig thuis. Ik poets die, ik gebruik haar tanden. Nee, dit is zo erg. Maar nee, ik ga niet zo daarna, dat ik haar tanden heb. Ik ga niet zo buiten naar iedereen. Ik ga gewoon zo, voor zekerheid, als iemand me toch laat lachen of zo. Wacht. En dan gaat je zo lachen. Broer. Nee, die staat anders in mijn dingen. Iemand laat je vies lachen. Je hebt je slap lach gelacht in tanden van de rug. Nee, ik heb daar liever dan op mijn naam hier staan. Stel je voor dat gebeurt slecht. En je zit niet meer. Nee, slecht. Je bent gewoon over de Betty. Bro. Elke dag buikpijn hebben of elke dag verstopte neus als je gaat slapen? Nee, wolla, die verstopte neus als je gaat slapen is echt fucked up. Dan denk je zo aan die momenten dat je dacht van wauw, ik herinner die dag nog dat ik nog kon ademen. Ja. Maar als ik buikpijn heb ook, dan denk ik van shit, weet je nog toen ik... Geen buikpijn had? Ja. Ik denk altijd van, oh, ik heb hier veel gegeten. Altijd. Maar heb je zo overgeefgevoel? Welke buikpijn nee, heb je? Nee, gewoon echt krampen. Je hebt gewoon regelsbuikpijn. Regelsbuikpijn heb ik nog liever dan dat ik misselijk ben. Ik ook. Misselijkheid, ik haal dat. En ik heb dat van, hè? Maar ik was misselijk. Ik ben zelfs op spoed gegaan. Nee, regelsbuikpijn. Bro. Nee. Wallah, ik kan echt wenen als ik daaraan denk. Danny was ooit zo misselijk, hè? Die botst gewoon tegen de deur. Wat? Die weet ik, die keer dat hij zo misselijk was, je botst gewoon tegen de deur en gevalt. Nee. Dat was niet tegen de deur, dat was erger wat ik heb meegemaakt. Wat heb je meegemaakt? Ik was geschoven uit mijn overgeef, kwam eruit. Ik was bijna doodgegaan. Was dat toen met die spuit? Ja. Ik was zo geschoven, mijn hoofd bak tegen de dingen. En ik was aan het stikken en dat was echt mijn doodsdag. Als mijn moeder daar niet was, was ik echt dood. Nee. Wee. Nee, toen heb je echt afgezien. Je hebt echt een trauma opgelopen. Ja, voilà. En ik haat overgeef en misselijkheid ervoor. Allee, laat staan nu. Nee, ik heb liever verstopte neus. Ook maar zo. Ik hoor geen buikpijn. Je mag geen buikpijn vanaf gebruiken. Welke buikpijn? Zeg mij welke buikpijn. Krampen. Dus krampen, ja. Niet misselijk. Nee. Dat is goed, ik adem wel door mijn mond of zo, weet ik veel. Oh, ik haat dat. Ja, oké, ik slaap toch alleen. Allee, ik weet het niet. Dat is waar. Maar je mag geen neuspray gebruiken, ook niet, hè. Oké, is goed. Ik ben echt gevoelig op regels, buikpijn. Luister, aan de andere kant... dat is alleen maar als je gaat slapen, heb ik gezegd, hè, die neus. Ja, dus door de dag niet. Maar hoe lang zit je in die halve slaap? 20 minuutjes? Dus je voelt dat maar even 20 minuutjes. Daarna maar zit als je wakker wordt, alles is droog, wel je keel en ja, maar zo, daarna gaat je drinken maar, en dan nee, zit je wakker en dan is je neus terug open. Neus. Ik had dat niet buikpijn, joh, nee. Buikpijn heel de dag, alleen de nacht niet. Ik ga ook voor verstopte neus. Passie vinden of de liefde van je leven vinden? Dat is echt een diepe vraag. Ik moet ook nadenken. Ik heb die gewoon opgeschreven, maar ik moet zelf ook nog nadenken. Nee, eigenlijk niet. Echt? Nee. Wat kies je? Passie. Weet je waarom? Omdat ik geloof, de liefde van je leven, daar gaat geen liefde in zitten. Jawel, je zegt net jawel, liefde van... De liefde van... Ja, hoe moet ik dat zeggen? De persoon van je leven, zeg maar. Ik denk zo erover, hè. Ik denk bijvoorbeeld, je gaat trouwen met die persoon, dat gaat niet uit liefde zijn. Dan is dat niet uw liefde van uw leven. Ja, dan klopt die ding niet uit dan die klopt, eerste. Dan moet je zeggen, gewoon met iemand trouwen. Nee, niet gewoon dan klopt met iemand. Maar waarom trouwt je? Dan klopt uw dilemma niet. Jawel, soms, kijk, er zijn momenten dat mensen echt... Ik had ook zo'n vraag. Liefde? Nee, dan kies ik nog steeds voor passie. Ik hoef geen liefde. Ah, nee, toch niet. Kijk, weet nee, je wat loterij is? Winnen of je soulmate omdat ik... Loterij! Je soulmate! Je soulmate! Loterij! Loterij? Wat? Dat geld gaat opgeraakt. Je soulmate! Dat is echt diep. Dat is de lotto. Soulmate,
Uw soulmate is een lotto dat ontoereikbaar is. Het loterij, wat is dat? Iedereen zou doodgaan voor zijn soulmate. En de helft van die loterij, belasting, pakt de helft. Oh, meer dan de helft. Oké, okay, soulmate. Maar weet je wat het is? Maar die andere, ik denk, als je passie hebt gevonden, ik denk dat ik ook voor passie denk. En ik ben echt een romantiek, hè. Maar ik denk, je passie vinden, omdat, dan gaat je zo positief in het leven. Want als je nu niet ja, dan pas ik denk hebt, dat je dan ik denk dat je liefde dan niet nodig hebt ja. Dan dat je met je passie ja dat ook want ik want denk nu stel je zo gewoon gedemotiveerd in het leven en dan zo van ach, dat is echt nee leven. Maar aan de andere kant als je met de liefde van je leven zit ik denk dat jij zo gelukkig zit met hem dat jij je passie zo dat is zo bijzaak hè dat is zo als ik die vind ja ik maar die zit je afhankelijk van een ander je hebt andere ja maar er is een dat is een andere soort liefde en er is een andere soort liefde als je gelukkig bent door wat jij doet voor je eigen maar weet je waar ik schrik voor heb kijk ja inderdaad zelflof is belangrijk hè maar we zijn nu iemand mensen hebben altijd liefde van nog iemand nodig we zijn sociale wezens als we het nu willen of niet helaas maar je gaat je passie vinden en je gaat die doen maar na een tijdje gaat je alleen voelen. Iedereen is aan het bellen met een soulmate. Je kunt nog steeds trouwen. Ja, maar dan zit je zo met een... Ik weet niet, dan ben ik liever dan met mijn passie bezig dan met de persoon met wie ik getrouwd ben die niet mijn, mijn liefde is. Mijn ja, maar dan zit je bezig met die passie. Ik vind die moeilijk, joh. Echt liefde vinden... Voor mij, ik kies voor passie. Want je gaat toch trouwen met iemand waarmee je goed overweg kunt. Om dat ook niet uit oké, okay, misschien is er liefde op het begin, maar daarna maar gaat dat weg. Maar is er net liefde dat u overweg laat zorgen? Zorgt dat je overweg kunt met die persoon? Op het begin is dat liefde. Maar je moet meer kijken naar wat... Maar ja, liefde van... Als je zegt tegen mij liefde van hoe die van karakter mijn leven, met uw karakter ja, kan. Ja, als je zegt tegen mij liefde van mijn leven... Dan denk ik persoonlijkheid, karakter, gedrag, zo bepaalde gedragingen. Snap je? Als je zegt tegen mij gewoon iemand op wie je verliefd bent, oké, dan snap ik dat de liefde weggaat. Dan ga ik uiteindelijk ongelukkig zijn. Mm-hmm. Want die verliefdheid is maar een korte periode. Maar liefde van mijn leven, weet je wat jij zegt? Dat is soulmate. Maar gaat je altijd verliefd zijn op die? Maar dat is uw liefde van uw leven. Jij hoort mij niet. Ja. Ik denk niet dat je mij hoort. Soulmate, dat is soulmate. Soulmate houd je ook niet altijd van, hè? Soulmate kan ook een vriend zijn, ja, hè? Nee, daar ben ik niet aan zijn. Maar jij bedoelt nu echt liefde. Soulmate is zo... Dat is niet alleen verliefdheid. Dat is klikken met die persoon. Dat is ook liefde van uw leven. Het is nog steeds voor passie. Liefde zegt mij niks. Ik kies ook voor passie. En dit komt van een... Ja, ik vind het raar dat jij nog niet passie hebt gekozen. What the fuck? Omdat jullie gaan jullie passie vinden. Is dat en na tijdje is dat saai. Ik denk het ook. Maar na tijdje is dat saai. Nee. Nee. Dat is je passie. Dat is je passie. Je doet dat met liefde elke dag. Oké, okay, apart van dat. Oké, okay, passie. Je bent blij en zo. En dan, oké, okay, je groeit daarin. Je zit rijk en zo. En dan zit jij daar, hè. Je zit daar alleen. Nee, ik kan toch mensen leren kennen. Iedereen is met zijn eigen zin bezig. Nee. Je gaat mensen leren. Het is niet dat je alleen je passie kiest en niet meer gaat trouwen. Je gaat mensen leren kennen. Dan ben ik zo met iemand die ik zo tolereer. Dat wil ik niet. Ik weet niet. Kijk, weet je wat? Ik weet hoe ik sta in het leven. Daarom ben ik aan het nadenken. Ofwel ik fatsoenlijk, een fatsoenlijke diamant van een man. Ofwel blijf ik alleen. En ik ben bloedserieus. Hè. Ik ben gelukkig alleen. Alhamdulillah. Ik voel geen loneliness, niks. Ik ben zo... Ik kan die geluk niet uitleggen van alleen zijn... Dat ik daar niet wil sacrificen voor de eerste beste ezel dat op mijn weg komt. Ik wil echt een diamant, sprankelende diamant hebben. En als hij dat niet is van binnen en van ja, buiten, blijft dan, blijf voor je, leven. Ja, dan blijf je uit mijn buurt en ik ben blij alleen. I got my car. Ik heb mijn degrees. En ik heb mijn job al. Wat moet ik nog van hebben? Je nek. Nee, ik ben gewoon eerlijk bezig. Oh. En deze tijd... Zijn er zelfs mannen? Passie. Ja, ik kies ook van passie. 3-2 kies. Dus ik bij deze, dan. Nooit relatieadvies vragen aan ons. Voilà, dan zit je voor altijd alleen. Alhamdulillah. Alleen of een moordenaar? Een van de twee. Of twee, ik ben allebei. Nog niet. Wilt je gedachten lezen? Die had ik ook. Of wilt je van gedaante kunnen veranderen? Die had ik ook. Naar wat? Gewoon alle mensen, hè. Maar kent je X-Men, die film? Ja, maar ik heb die niet gezien. Kent je die blauwe vrouw, Mystique?
Nee, ik heb die niet gezien. Maak nu het gekke de gedachten van Delila. Je bent een gym. Je kunt zo het veranderen daarmee. Ik kan veranderen naar elke mens. Ja. Elke mens op aarde. Ik zou dat doen. Ik zou... Gedachten is gedaante veranderen. Ik kan gewoon de manager van BTS zijn. Ik ben gedaante. Ik ook gedaante. Nee, boeit niet wat je denkt. Gedaante veranderen. En wat zou je dan doen? Nee, wat gaat je daarmee doen dan? Wat gaat je daarmee doen? Ik ben creatief, hè? Wat gaat je doen? Ik ben echt creatief. Ik verander mij gewoon in een van die politiekers daar. Ik zorg dat ik iets win. Ik verander de hele Belgische wetgeving. Ik voer de doodstraf. Wat gaat je met die originele persoon doen? Kidnappen. Ja, in mijn kelder. Dat is ook een hele moet je dat ook nog doen? Ja, die persoon verdwijnt niet, hè? Die is ook nog steeds op de aarde. En ik kan een dag Beyoncé zijn. Bro, ik ga genieten. Ja, en daarna moet je illuminatie sacrifice doen. Ja, staat gedaan. Ja, want... Nee. Ik wil wel... Want je kunt dan zo kijken wat er gebeurt in de illuminatie. Ik kan zo een pen aan doen met camera en ik kan laten zien van hackcash. We weten, ja. Nee. Iedereen weet het plan van illuminatie. Dat staat als openlijk. Je hebt een document... Je hebt een document gepubliceerd en dat is nog... Niemand kijkt nog. Wat gaat je daarmee doen? Oké, en dan weet je wat ik wel trauma's kan doen? Trauma's van wat je ziet. Ik kan Elon Musk even voor een dag zijn. Ik ga zijn bankrekening leeghalen. En daarna... Ik ga zeggen zo, waar is mijn creditcard? Ik ben die even kwijt. Ik krijg die. Ik koop alles wat ik wil en ik word terug mezelf. Ik wil gedachten lezen. Bro, wat boeit mij wat iemand anders zegt? Ik kan dat tegen mensen gebruiken. 1. 2. Ik kan antwoorden krijgen voordat iemand iets zegt. 3. 2. 3. Ik kan de persoon wat die denkt bijvoorbeeld over mij of zo, ik kan dat tegen die gebruiken. Maar ik zie meer positieve dingen. Alleen niet positief, maar ik kan meer. Ik win meer dingen, denk ik. Saai. Ook als ik zo in de les ben of zo, of ik stel een vraag van een contantexamen en die zeggen nee of zo misschien. Maar in hun hoofd zie ik wel wat die denken, hè? Jij zit in de les, zij zit bij Elon Musk, ik zit in het parlement ondertussen. De doodstraf in te voeren. Zij is ik geld en rijk. Jij krijgt een Tesla. Ik kan dat ook bekijken. Jij zit vast met die persoon. Wat moet je met die originele persoon doen? Ik kan naar die persoon gaan. Blackmailen. Want alles wat die denkt van, ik hoop echt dat die dat niet weet. Ik kan die gewoon met woorden omzeilen dat die een bepaalde ding denkt dat ik zo zeg van ik weet dat, hè, wat je hebt gedaan. En dan zegt hij nee, wat weet je dat? Ik heb geen bewijs. En dan hoor ik dat. Denk en dan weet ik van oké, dat heb je gedaan. Kan ik dat onderzoeken? Bewijs hier. Of van gaat je dat regelen? Ofwel komt dat op wordt dat gepubliceerd? Denk je echt niet dat die gaan denken van oh she a wizard. Die gaan nu gewoon opsluiten. En jullie niet? Ik verander me gewoon naar die bewaker. Ik zie eruit als die... Ja. Dan ga ik praten met een van hun gedachten lezen over hun plannen. Ja, maar kies nu, wie is de juiste, wie is de echte? Wie gaat je nu in de gevangenis zetten? Heis. Ik zie hier niks wat je hiermee kunt doen. Ik denk wel. Wat kun je echt doen in het leven? En weet je hoe vaak ik mensen in huis wil zien? En als ik alles heb wat ik wil, dan ga ik... Maar nu, wat gaat je bijvoorbeeld nu in je leven? Nu, je kunt van gedachten veranderen. Wat gaat je nu doen? Ik ga nu iedereen zijn huis Ik ga letterlijk naar Brussel nu. Voor wat? Voor dingen zijn. Ja. En wat wilt jij doen? Ik wil, kijk, luister, ik wil echt iedereen zijn. Ik vind dat zo fijn, hè, de interieur van iedereen zijn huizen zien. Maar ik ben even iemand voor een dagje. Veranderen. Die wilt gewoon in je huis komen. Kijk, zij gaat de wereld wel redden. Ik ga genieten. Redden? Spoelen. Laat terug zien wat ik juist zeg. Doodstraf, maar voor de juiste mensen. Ja, dan wel. Ja, maar nee, dat is ook iffy, hè. Hoe weet je, hoeveel mensen onrechtvaardig. Ja, maar ik kan me veranderen. Hè? Ik verander me naar de rechter. Iemand, snap je wat ik wil zeggen? Ik verander. Ik zorg. Ik ben. Weet je nog die vorige vraag? Stiekem superheld. Hier I am. Hier I am. Had ik haar gekozen? Is gewoon met nadenken. Ja, want ik ben aan het twijfelen nu. Wat wil ik? Okay. Oh, de vraag is. Om gedachten te lezen of gedaante te veranderen. Kom, gedaante veranderen, hè? Met wie beter? Wel, je zou ook hetzelfde doen. Wat maar je gaat niet mensen in huizen interieurs kijken nee, als inderdaad, die andere. Ik ga grotere dingen doen, maar die moeite om die originele persoon weg te krijgen, wat gaat je doen? Tenzij je elke keer slaappillen ergens kunt halen, waardoor je die even slaap doet. Je kunt van gedaante veranderen, je wordt in één keer apotheker. Gaat. Oh my god, dat is zo slim, ja, inderdaad. Ja, oké, ja. Ja, ik wil gedaante veranderen. Anyways, dat was het. Nu komt Almira haar straf. Maar ik weet niet, als jullie die vorige video hebben gezien. Almira had 1 taak. Klopt dat? Of had je extra taken?
Eentje toch? Die gaat weg. Dus ik ga dat ook doen. Was zo kwaad. Ga alleen ik dat doen. Jij moest tellen. Wat heb ik gedaan? I'm here, I'm back. Weet je waar ik een fout heb gemaakt? U die teltaak geven, ja. Dus Amira heeft geluk dat we geen saus meer hebben. Er is geen saus meer. Dus, je hebt alleen maar... Die gaat dat niet pikant vinden. Jawel. Dat is zoutig, maar dat kan ik niet pikant Ik eet geen peper. Die doet nog vies goed tegen u. Ik ga kotsen. Ik ga echt kotsen. Maar dat is geen... Maar ik eet geen... Dat is zoutig. Maar ook al is... Ik eet ook gewoon geen... Kijk, nee, dat is lekker. Wow. Ik ben al misselijk. Hier. Bismillah. Mm. Nee, ik ben echt misselijk. Eten. Wallah, ik ben echt misselijk. Geef me die water. Ik zou liever dat doen dan de echte boeldak, hè. Die saus. Ja, maar ik eet geen peper. Nou, ik vind dat die nog... Ik ben nog lief, hè. Die is nog... Ik vind, wallah, ik ben ik echt, echt nog lief, hè. Als ik die fout en ik moest eten, maat. Maar als ik die saus moest... Alhamdulillah, Allah heeft u beschermd. Als ik die saus moest doen en je had verkeerd geteld. Wee, wat had je gedaan? Je had die... Je had, ik ben echt misselijk. Je had pikante Koreaanse saus gekregen en je mocht van mij dat. Dat was eigenlijk de bedoeling. Dat was eigenlijk de bedoeling. Als ik die saus had, ging die eerst erin dippen. Oké, okay, wow. Alle die geur. Die hebben we leuk. Maar niet te veel, niet te veel. Klein beetje. Niet dat die mug ook nog komt. Rust. Oh, nee! Dat is al te veel. Oké, ja, Arbie. Nog. Amira, kijk, ik heb er al 3 gegeten. Aanraken van mij, puur voor voilà, ik was niet aan het eten, hè. Voilà, ik... En na schur, Amira. Niet na schur. Tijdens schur, ik had mijn eten en geen pepers eten. Maar dat is niet pikant, dat is zo. Zij is aan het trillen voor die pepers van kebablaan. Kebab. Eet die niet helemaal op, hè. Tot die boogje. Tot hier. Tot die boogje, ja. Al... Ik ga echt kot. Nee, make-up. Yalla, bismillah. Maar die is niet pikant. Nee. Maar ik hou gewoon niet van pepers. Voila. Zij gaat die zo lekker vinden, zij gaat dat gewoon eten. Nee, dat is gewoon zo'n beetje zuur en zoutig, maar ja, dat is niet pikant. Dat is een zure saus. Augurk eet ik ook niet, hè. Is dat echt? Nee, ik vind het echt vuil. Ik word kwaad als ik dat niet heb tussen mijn burger. Dus ja. hoe ga ik dit lekker vinden dan? Oké, okay, ja, dan misschien... Je maag gaat kwaad zijn als ik hier ga kotsen. Nee, broer. Nog, je moet meer. Je gaat 2 happen moeten nemen. Hè. Ik zal 1 hap gewoon nemen. Ja. Goed zo. En je zit niet de pitjes aan het eten. De pitjes zijn... Dat is lekker. Dat kan. Is dat pikant? Nee, hè. Ziet je, dat is niet pikant. Dat is niet pikant, hè. Voilà. Ja, haar dat ogen, kan hè. Ik wil een keer goed tellen, hè. Zeg zo, lekker. Doe op einde zo. En nu terug eten. Zeg ik voor. Dat is lekker, hè? Geef een score van 1 tot 10. Mijn 6. En er zitten nog stukjes in mijn tand. Ik vind het wel zo vies. Dat is lekker. Hoe zit je dan? Nee, je zit er niet. Echt veel. Oké, dat was onze video. Bye. Like, subscribe. Ah ja, like, subscribe. Deel. Doe alles wat je moet doen. Anyways. Bye.